Dames en heren, vrienden van Trefpunt. Ik ben ongeveer 2 jaar geleden hier aangespoeld op Urk. En eigenlijk op zoek omdat ik wat meer wilde weten over de medische geschiedenis. En kijken waar de medische geschiedenis een plaatsje had voor de medische psychologie. Ik ga naar mijn eerste dia. De medische psychologie, voor de meeste van mijn collega's, is een heel jong vak. Ik wist al enige tijd dat het toch al wat langer bestond, hè, dat het eigenlijk al een geschiedenis heeft. Vanaf 1843 heb ik het maar volgens nog op gepinpoint. En dat is eigenlijk omdat toen het eerste tekstboek verscheen van van Feuchtersleben. En dat is een psychiater uit Wenen, daar kom ik direct nog even op terug. In de afgelopen 2 jaar is er nog wat gebeurd. Ik heb de mensen van mijn beroepsvereniging. Ik kwam hier dus eigenlijk voor mezelf, omdat ik iets met de medische geschiedenis wilde. In de afgelopen 2 jaar heb ik in de COVID-periode ook gezorgd dat een aantal van mijn collega's ook hier willen aansluiten. En sinds kort is dat ook gebeurd, is er een werkgroep gevormd tijdens het COVID-reces. En toen dacht ik, als we nou zover zijn, dan moet ik maar de drempel over en mijn maiden speech houden hier. U mag mij onderbreken, dat mag bij andere maiden speeches niet. En ik dacht van, wat voor onderwerp moet ik daar nou voor kiezen? En toen heb ik gekozen voor die iatrogene amnesie, daar kom ik direct op terug. Even kort iets over de geschiedenis van de medische psychologie. Ik dateer het dus terug tot 1843, toen is dat boek verschenen in het Duits. En het is meteen binnen 2 jaar opgepikt in Engeland onder de titel van Medical Psychology, Principles of Medical Psychology. En 2 jaar later ook door de Nederlandse gemeenschap in een vertaling van Donkersloot. Dat was destijds was dat een gerenommeerde psychiater in het land en die heeft het vertaald. En in zijn voorwoord zegt hij, het voorwoord van de vertaler, ik kom zo'n raar woord tegen, het woord psychisch, dat kennen we hier helemaal niet. Dat was allemaal zielkundig, dus daar zie je de splitsing al van, wat is nou psyche, wat is ziel, daar ga ik nu niet op in. Maar dat was een, dat vond ik interessant. U moet zich realiseren dat dit boek dus geschreven is ongeveer 13 jaar voor de geboorte van Freud. Dus eigenlijk kwam het is een heel oud vak. Het was voordat de psychologie een discipline werd. Het was voordat Freud een hele dominante rol kreeg met zijn psychoanalyse en met zijn alle andere stromingen daarin in de psychologie. En ook voor het ontstaan van de psychofarmacologie in engere zin. Dit is de Nederlandse vertaling van Donkersloot. En op dit ogenblik zouden we zeggen, wat is medische psychologie? Medische psychologie is de psychologie van de medische situatie, is de psychologie van de zieke, van de ziekte en van de dokter. En dan kan je er nog allerlei andere dingen bij bedenken, van meer op de situatie of op de medische urgente, de spoedeisende hulp, de intensive care, etc. De kern hiervan is dat in mijn ogen zijn 2 kanten eigenlijk heel erg van belang en daar zit heel veel tussen. Dat is enerzijds het stimuleren van de arts-patiëntcommunicatie en anderzijds de fysiologisch-psychologische basis van dat vak, want het gaat over soma psyche. Het is jammer dat dat boek van Feuchtersleben zo weinig aandacht meer heeft gekregen. Het is eigenlijk een vergeten psychiater, terwijl ik denk dat als je dat boek herleest, denk je van waar ze zomaar begonnen in de periode dat Freud de dominantie kreeg. Dit is dus onze werkdefinitie, zal ik maar zeggen, ook voor de commissie die op het ogenblik bezig is om een specialisme daarvan te maken. Op dit plaatje heb ik ook een kopie gemaakt van de titelpagina van het boekje van Rijnberg. 1946, toen heeft hij een piepklein boekje geschreven over de studie der geneeskunde. En dat heb ik een keer bij boekwinkeltjes gevonden, maar dat kwam mij nu goed uit. Van Rijnberg kent u allemaal, hè? Onder andere door het proefschrift
van Leendert Kwak. Die heeft daar uitgebreid over geschreven. En Van Rijnberg was een gerenommeerd fysioloog. Heeft jarenlang het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vormgegeven, zal ik maar zeggen. Hij werd de gérant van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Proefschrift van Leendert, toen ik hier binnenkwam, was Leendert een van de eerste mensen die zei: hé, jij komt, heb daar en daar gewerkt. Van Rijnberg, die moet je toch kennen. Nou, ik wist eigenlijk relatief weinig van hem, wel afgezien van het feit dat ik die naam wel eens gehoord had. Maar ik ontdekte later dat hij een heel beroemd practicum heeft ontwikkeld, het practicum fysiologie, aan de Universiteit van Amsterdam. En in die periode, dat zo eind 50, begin 60, werd dat practicum ook verplicht voor de psychologen in de opleiding. In het tweede jaar, dus na de propedeuse. Dat is een foto van dat oude practicum. En ter rechterzijde ziet u waar dat gebouw was. U zult dat niet meer herkennen, want die gebouwen zijn er niet meer. Helemaal ter linkerzijde ziet u de Mozenaronkerk. Dat witte gebouw waar daar staat, het oude politiebureau voor het roerige Waterlooplein. En daarachter het anatomisch-fysiologisch laboratorium en later het fysiologisch laboratorium. Aan de Universiteit van Amsterdam, tegenover de Portugese synagoge op het Johannes Daniël Meijerplein. Daar ben ik in 1963 begonnen om het fysiologieonderwijs te geven aan de psychologen. Dus het zit er al heel oud in. En ik vond fysiologie een prachtig vak en heb daar toen een gesprek gehad en heb dat toen een jaar of vier gedaan. Bij halverwege moesten we verhuizen naar het Jans van Madam Instituut, een beroemde naam. En dat was terzijde van het Wilhelmine Gasthuis. Wilhelmine Gasthuis zou een groot academisch ziekenhuis worden. Dit was het eerste wat ze bouwden en toen zijn er herzieningen gekomen. En dit was dus eigenlijk bedoeld als eerste opstapje daartoe. Ik kies altijd voor deze foto als ik het over het Jans van Madam heb. Omdat daar ter rechterzijde een auto rijdt. U ziet hoe stil het toen nog was in die jaren in Amsterdam. En ik reed toen in een grote Amerikaan. Dus daar heb ik altijd een beetje affiniteit mee. Mijn basis in de psychologie is eigenlijk heel erg verbonden aan de naam van Johan Barendrecht. Johan Barendrecht, ter linkerzijde, was een beroemde schaker. Hij heeft ook een paar keer een partij gewonnen tegen Botwinnik. Nou, dat was heel wat in die tijd. Hij werd hoogleraar persoonlijkheidsleer aan de Universiteit van Amsterdam. En later is hij eigenlijk de motor geworden van een heel landelijk overleg dat ook de klinische psychologie tot ontwikkeling kwam. Nou, ik heb twee titel van boekjes van hem. Ene boekje is Karakters. Dat is eigenlijk hij is begonnen in de psychodiagnostiek en heeft toen een vertaling gemaakt van het boek van Theo Frasters over karakters. Dat gaat eigenlijk over 13 hele negatieve karakters. Die heeft hij vertaald naar onze tijd. En dat was toen bijna een sociaal-psychologisch spelletje, omdat dat circuleerde op de faculteit en iedereen dacht: wie is nou wie? Wie is nou die Engert en wie is nou die Engert? Interessant, maar hij was ook heel controversieel. Hij heeft zich heel erg verzet ook tegen allerlei ontwikkelingen die er waren in de GGZ. Iedereen wilde therapeut worden, nou die golf is nog niet over. Er is postuum een boekje verschenen, dat heet De Zielenmarkt. En daar is een verslag daarvan ongeveer. Ik was laatst op zoek voor een heel andere gelegenheid naar een oud artikel van hem, wat ik bijna nog in mijn hoofd heb. En dat is het artikel Klinische psychologie is meer dan therapiebedrijven. Nou, dat zou hij vandaag hebben kunnen schrijven. Het is nog steeds dat er een hele hoop mensen, als ze maar een woord horen, angst, fobie, dan is er meteen de reflex therapie doen. En niet eerst uitzoeken wat er nou precies aan de hand is. Citaat, ik lees dat maar even voor, is een visie op de gang van zaken in de klinische psychologie en is bedoeld als poging om naast alle mode en politiek ook wetenschappelijke waarden een klein woordje mee te laten spreken. Nou, dat kan nog steeds. Hij heeft een heel interessant project gemaakt op een gegeven moment. Het is begonnen in de 70er jaren, eind 60.
Toen is het voorbereid. Een interdisciplinair project waarbij die allerlei disciplines naar dezelfde patiënt wil laten kijken voor onderzoek. Maar dat ook integreren met onderwijs. Dus de studenten die bij ons opgeleid werden, die kregen ook allemaal in het kader van hun doctoraal examen één patiënt waar ze uitgebreid therapie mee mochten doen onder supervisie van mensen die we daarvoor in dienst hadden. En op zo'n manier probeerden die toch een beetje greep te krijgen op één fenomeen, namelijk angsten en fobieën. En het is ook bekend geworden onder het fobieënproject. Nou, allerlei deelprojecten, dat gaf natuurlijk ook heel veel conflicten, want iedereen vond zijn eigen project het belangrijkste. En hoeveel tijd je aan onderwijs mocht besteden, et cetera. Mijn taak als deelproject was, de fysiologische psychologie baanrecht was, zei van, ik heb wel eens een manierenpatiënt gezien en die werd zo angstig, maar toen we dat eenmaal onderkenden. Of ik heb wel eens iemand gezien die ten gevolge van die medicatie dat ook had. Nou, dus ik werd daarvoor aangenomen. Ik zei van, ja, ik weet niet of daar echt brood in zit, maar laat ik het doen, lijkt me interessant. En de bedoeling was om dan individueel diagnostiek en interventies te doen. Dus een beetje anders dan destijds gebruikelijk. Ik ben dus op zoek gegaan, onder andere door alle patiënten systematisch te zien. Hè. Hij deed de helft van de intakes en ik zag alle patiënten. Hij verdeelde de intakes. Ik zag al die patiënten en had elke week 2 uur gesprek met hem. En dan was het brainstormen over wat zou hier aan de hand. Dat is echt mijn belangrijkste leerschool geweest. Maar ik had bijvangst. Hè. Die mensen die waren angstig. Maar die waren heel vaak aan de benzodiazepines. En een van de dingen die toen al opviel, was dat de benzodiazepines als neveneffect, of als bijwerking, zouden we later zeggen, dat ze geheugenstoornissen hadden, of daarover rapporteerden. Nou, tegen die achtergrond, dat heb ik verwerkt in mijn onderwijs ook. Ik heb daar veel onderwijs over gegeven op de UvA. Later, toen ik overstapte naar het Onze Lieve Vrouwengasthuis, heb ik die bagage, mijn rugzakje meegenomen. En ook bij elke patiënt had ik die bril op. Vandaar dat ik langs historische weg een beetje in die iatrogene amnesie geïnteresseerd was. Ik weet niet of dit misschien de gelegenheid is om even mijn hand naar Mart op te steken. Ja, dan ga ik weer door. De geschiedenis van de iatrogene amnesie. Dus die ga ik met u bespreken. Maar ik wist eigenlijk helemaal niks van medische geschiedenis. Eigenlijk is het zo dat ik, toen ik mijn laatste bestuursfunctie neerlegde in mijn beroepsvereniging, dat ik dacht, wat ga ik doen om van de straat te blijven? Ik was met college geven altijd al heel erg historisch geïnteresseerd. Dus toen heb ik gedacht van, laat mij de geschiedenis van de medische psychologie gaan bedrijven. Maar ik dacht van, dan moet je toch iets van geschiedenis weten. Het is een hele andere methodologie dan waar ik vandaan kom. Dus ik spoelde hieraan en eigenlijk, ik heb heel veel te danken aan het feit dat ik hier 's ochtends vroeg ben. En aan het eind van de middag al die gesprekken, heel zinvol. Vraag aan Mart van, wat is nou de methodologie, wat zijn de concepten? Prachtig boek, is aangeraden gekregen over Rootsu. En later, dat is van de zomer op de website gekomen, zijn oude collegedictaat van 1981. Ook zeer zinvol voor mij, als buitenstaander in de geschiedenis. Die A, B en C kent u allemaal, zeker degene die bij Mart in cursus hebben gezeten. Zorg ervoor dat je tijdlijnen in orde zijn, dat je niet dingen beweert die in termen van tijd niet kloppen. Zoek altijd naar de originele bronnen en wees alert op de context. En wat ik van mijn kritische leermeester meekreeg, die heb ik alleen maar schuin, deconstructie. Geloof nooit wat je in een artikel vindt, zorg naar datgene wat het waarvan je denkt van die aannames of die vooronderstellingen, die zijn niet correct. Dus met die beetje argwanende geest loop ik dus altijd een beetje rond. En dat is er niet uit te krijgen. Nou, wat had ik voor... Je moet toch altijd beginnen met een vraag. Ook al blijkt achteraf dat het misschien niet helemaal de goede vraag was. Wat is de delay
van het aantonen van cognitieve bijwerkingen van medicatie en de klinische onderkenning hiervan. Want ik merk dat iatrogene amnesie niet iets is waarvan mensen meteen zeggen, oh ja, dat ken ik, ik heb laat nog een patiënt gezien, niet. Welke factoren dragen hiertoe bij en welke evidentie kan hieraan bijdragen? Nou, grofweg ga ik proberen om iets van die definitie te geven. Ik heb een beetje gekeken naar wanneer dat ontstaan is. Welke veranderingen zijn er in terminologie? En ik probeer heel kort even drie tijdslijnen aan te stippen die van de classificatie in de psychiatrie. De tijdlijn van de iatrogeniciteit, dat is iets wat op individueel niveau kan, maar dat heeft zich ontwikkeld tot zeg maar een meer epidemiologisch veld van de farmacologische veiligheid, de farmacovigilantie. Maar dat gaat over groepen, grote groepen. En de tijdslijn van concepten uit de neuropsychologie en de geheugenpsychologie. Allemaal kort aanstippen, het is voor mij een eerste exercitie om het veld een beetje te verkennen. Waar ga ik het over hebben? Over de geschiedenis en de nosologie. De vroege geschiedenis, de klassificatie in de DSM, met alle problemen daaraan. Iets over een drietal preparaten die vroeg onderkend werden. En de paar experimentele aanpakken in de psychologie. Dus dat zijn eigenlijk drie verschillende tijdslijnen die je dan historisch ook met elkaar in verband moet brengen. Dus Marten roept wel eens medische geschiedenis interdisciplinair, maar dit is ook een interdisciplinaire benadering van een interdisciplinair veld. Dus je krijgt een soort cumulatie van ellende, zal ik maar zeggen, om het allemaal in kaart te krijgen. Wanneer heeft de amnesie, vergeetachtigheid, een plaats gekregen? En dat heb ik gehaald uit een studie van mevrouw Langer. Die heeft in een boek over de geschiedenis van de neuropsychologie daar een stuk over geschreven, over de vroege geschiedenis. Vergeetachtigheid en verlies van geheugen heeft geen aparte status gehad, was geen apart fenomeen bij Hippocrates en Galenus. Zegt zij, dit zijn niet de originele bronnen waar ik naartoe zou moeten, maar ik vond het toch belangrijk om te noemen. Obliviation morbosa wijst erop, dat een term die eerder gebruikt werd, dat de classificatie eerder begon dan 1763. In de classificatie van Boucher de Sauvage wordt amnesie geclassificeerd als medische aandoening, voor het eerst. Met 8 etiologische subtypes, waaronder intoxicatie. Dus dat is ongeveer de weg die je terug zou willen vinden. In 1825 is de discussie gestart over, maar is dat nou een symptoom of is het een ziekte? Nou, dat zijn dingen die we nog steeds niet uit zijn. Die classificatie, die nosologie, die ging verder en ik wil een grote sprong maken en Kraepelin even overslaan. Maar de DSM, u weet wat de DSM is, de Diagnostic and Statistical Manual for Psychiatric Disorders. Of mental disorders. Die is begonnen als een heel dun boekje in 1953. Dus dat is een activiteit van de Amerikaanse Psychiatrische Society. En wij zijn inmiddels bij de DSM-5. En dat heeft langzamerhand geleid tot heel veel discussie. Daar zal ik u even deelgenoot van maken. In de DSM van 1980, de DSM-3, werd gemeld dat barbituratenintoxicatie, dat een impairment of attention and memory kon geven. In de DSM-4 kwam het woord barbituraten al niet meer voor, maar was er wel een globalere term, sedative, hypnotic, anxiolytic, induced, persisting, amnestic disorder. En er werd nog wat andere medicatie genoemd die daar niet onder viel. In de DSM-5 van 2013 maken we onderscheid tussen major cognitive disorders en minor neurocognitive disorders. Dat is wat nou precies het verschil is tussen amnestic syndromes en
die laatste categorie wordt eigenlijk hoe langer hoe minder duidelijk. Er is ook heel veel discussie over geweest in de literatuur. Eigenlijk zie je dat zowel in psychiaters als in psychologenland de DSM eigenlijk vooral gezien wordt als een klassificatiemodel en dat het eigenlijk voor de diagnostiek niet zo heel veel waarde heeft. De DSM-4 is gemaakt onder voorzitterschap van Alan Francis. Dat was is een beroemde psychiater in de Verenigde Staten. En die DSM'en die worden massaal verspreid. Dat is een grote commerciële onderneming. En Alan Francis heeft de DSM-4 onder zijn hoede gehad. En was toen eigenlijk toch heel ontevreden met het resultaat daarover. En toen de DSM-5 uitkwam onder een andere voorzitter, maar dus wel een jaar of 10 later, toen heeft hij zich heel erg teweergesteld en is dat de grootste kritikaster geworden. En toen heeft hij een boekje geschreven, ik zal het op de volgende bladzijde vergroten, over Saving Normal. Er is ook nog iets als normaliteit in de psychiatrie. Dit is Alan Francis, een beetje wanhopige handen omhoog. En ter linkerzijde, ik citeer dat maar even. An insider's revolt against the out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma and the modification of ordinary life. En daar verzet hij zich eigenlijk tegen de psychiatrisering van en met alle diagnoses. Want het aantal diagnoses, wat in het begin een stuk op 30 was, maar is er nu meer dan 300 en niemand kan in dat hele woud van die psychiatrische diagnoses eigenlijk de weg nog vinden. Vandaar dat mensen zeggen, nee, maar ik ben alleen maar gespecialiseerd op angst. Of ik ben alleen maar. Dus dat is een probleem. En dat wordt. Dat gaat nog consequenties hebben, denk ik, binnen de psychiatrie en psychologie. Mijn volgende historische lijn is kijken van hoe zit dat nou met de onderkenning daarvan. Want dat is eigenlijk toch een beetje een farmaceutisch probleem. En zo ben ik maar teruggegaan naar Meijer, een hoogleraar interne die zich met bijwerkingen heeft bezig gehouden en een aantal bekende boekjes heeft geschreven. Het eerste daarvan was de schadelijke neveneffecten van geneesmiddelen. En daarna is de hele, voor iedereen waarschijnlijk bekende serie, Myler's Side Effects of Drugs ontstaan. Elk jaar een nieuwe editie voor de bijwerkingen van geneesmiddelen. En na iedere keer dat dat uitkwam, zat ik achterin te neuzen welke psychologische bijwerkingen zijn er nou. Hoe is dat begonnen in Nederland verder? Daar moet ik even noemen de Softanon-affaire. Softanon-affaire was in 1961. Dat was een gewoon slaapmiddel, zei men. En er was ook nog een middel tegen misselijkheid. En dat was, leek dus uit te maken geschikt voor zwangere vrouwen met slaapstoornissen. En dat middel werd dus gegeven in de periode van de organogenese. Een piepklein stukje in de Lancet van Bright heeft een hele discussie op gang gebracht over van dat daar toch iets aan moest gebeuren. En ik wil in dit geval ook vooral wijzen op de delay die er zit tussen 1961, dat die melding gemaakt werd, en 1996, waarin sprake was van de oprichting van het LAREP. Je ziet dus, zo'n proces duurt echt decennia voordat die vigilantie op gang komt. En dat is, die farmacovigilantie is vooral een farmaco-epidemiologisch verhaal. Een groot probleem daarvan, voor het probleem wat ik interessant vind, is dat er vooral sprake is van ernstige bijwerkingen. Nou, hoe worden ernstige bijwerkingen gedefinieerd? Sterfte, ziekenhuisopname, invaliditeit of teratogeniciteit. Daar vallen milde geheugenstoornissen waar je wel heel erg veel last van hebt en je geïnvalideerd voelt, valt daar niet onder. Angst valt daar niet onder, et cetera. Dus ik ben als volgende stap naar die eerste drukken gegaan van Meijler, dus van de eerste druk tot en met de vierde druk, en heb gekeken wat kom ik daar nu tegen aan geheugenstoornissen. Maar dat is, ze hebben daar wel een index voor de farmaca, maar nog niet voor de fenomenen die als bijwerking optreden. Dus dat was een beetje zoeken.
De eerste die ik wil noemen is belladonna, scopolamine, dus atropine. Oorspronkelijk gebruikt als een plantaardig product, al sinds de oudheid, extracten van wolfskers. En sinds het einde van de 19e eeuw ook synthetisch te bereiden. Het werkt als een parasympathicoliticum, dus het werkt over het hele autonome, dus parasympathische gedeelte van het autonome zenuwstelsel. Dat betekent dus dat er meer bijwerkingen zijn. En het is een anticholinergicum, met name ten aanzien van de muscarine receptoren. Nou, wat voor terminologie of klachten, of hoe wordt het omschreven? Want die omschrijvingen van wat geheugenstoornissen zijn, is niet eenvoudig en is een beetje een potpourri. Remming van geestelijke functies. Nou, dat is lastig te operationaliseren, maar het geeft veel indicatie. Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon. Of in plaats, tijd en persoon. Geheugenzwakte, slecht geheugen, geheugenstoornissen. Hallucinaties, verwardheid, onrustig en delirium. Toch evidente cognitieve neveneffecten zou je zeggen. En een en ander is natuurlijk afhankelijk van hoe ernstig het is, welke dosis je hebt gekregen, etc. Tweede groep waren de barbituraten. De barbituraten komen ook voor in alle drukken van. Maar het lijkt er wel op alsof in de loop van de tijd de aandacht voor die barbituraten in termen van omschrijving wat minder wordt. Het is ook de periode dat de barbituraten wat minder in zwang werden. Maar die waren al heel lang bekend. Dus vanaf 1863 zijn ze ontdekt. En in, daarna is het op de markt gekomen. U ziet ongeveer dezelfde klachten als bij de atropine. De benzodiazepines, daarvan is interessant ook zeker in historisch perspectief, die werden pas veel later ontdekt en op de markt gebracht, pas vanaf het begin van de jaren 60. En toen is er een gigantisch gebruik geweest en pas in 2009 is er eigenlijk een rem gezet op het gebruik, onder andere door een politiek besluit van de minister van Volksgezondheid destijds. In die druk van 1974 staat eigenlijk heel weinig over bijwerkingen. Terloops wordt even onrust en apathie genoemd, maar verder. Maar dat was dus wel na ongeveer 15 jaar gebruik. Er was er eigenlijk nog weinig aandacht voor, ook boekjes over de benzodiazepines, die u misschien nog wel kent, het groene boekje uit die bekende reeks. Benzodiazepines, er staat onder bijwerkingen eigenlijk helemaal niks. Toen psychiater geschreven, Zitman, over de geheugenklachten. Ik denk dat er lang sprake is geweest van ontkenning van deze bijwerking, of niet zien. Het moet verder induiken. Er zijn ook mensen die zich met de LAREP-achtige approaches bezighouden, onder andere uit Frankrijk, en die hebben in 2011 een studie gepubliceerd over de farmacovigilantie database uit Frankrijk. En die zeggen, daar hebben ze dus meer dan 500.000 mensen, 188.000 mensen voor benaderd, en daarvan hadden er een aantal geheugenstoornissen. Dat was allemaal op basis van databaseonderzoek. En ze vonden dus de bevestiging van de diazepines en van de anticonvulsiva dat geheugenstoornissen kon geven. Maar er waren ook nieuwe groepen van medicatie. Andere hypnotica, de antidepressiva, analgetica, etc. Eigenlijk een aanbeveling om daar beter naar te kijken. Ik kwam tegen 2000 kwam ik in de Verenigde Staten, omdat wij als ziekenhuis dachten, net zoals Rijnstaten, dat destijds dachten wij moeten een site-med-unit hebben. Dus we zijn daar op zoek gegaan naar mensen die zo'n site-med-unit hadden. Dus de psychiatrie en somatische discipline tezamen. In Rijnstaten is dat gelukt. In het OVG, om budgettaire reden, is dat niet doorgegaan. Maar ik ontmoette daar wel een heel interessante man, Alan Staudemeyer. In de Verenigde Staten kun je en internist en
psychiater zijn en die had zo'n psych med unit. En die heeft een dik boek geschreven met een collega. En dat is voor mij daarna een soort van bevestiging. Ja, het bestaat echt, want er werd toch vaker getwijfeld als ik dat soort dingen zei. Dat is een inspiratiebron voor mij geweest. Ik ga eventjes door, gezien de tijd. Ik wou ook nog even stilstaan bij de geschiedenis van de geheugenpsychologie. Eigenlijk is vanaf het begin van de jaren 80 is de geheugenpsychologie was eigenlijk toch een beetje stiefkind in de psychologie, de echte geheugenpsychologie. Dat is, ik heb hier een aantal boeken uit mijn eigen boekenkast, want ik ben toen heel veel over geheugenstoornissen gaan verzamelen. Maar dat zijn dikke pillen en daar staat toch eigenlijk heel weinig over de geschiedenis in. Dus ik wil er één ding uithalen en dat is een proefschrift. Die staat overigens niet in deze boeken. Een proefschrift van datzelfde jaar van Staudemeyer. Dat is van Marjelle Gorissen. Dat is een neuropsycholoog. Die is gepromoveerd bij het Radboud Ziekenhuis. En die heeft inderdaad een mooie empirische studies gedaan. Met normale proefpersonen. Met valium. Nou, dat betekent dus dat het niet per se patiënten zijn. Maar het is wel mooi experimenteel klinisch gericht onderzoek. 4 experimenten. Daarbij vond ze dat er eigenlijk geen effect was op wat dan heet semantische codering. Dus dat is, als je dat slikt, heb je geen verlies aan geheugen van zeg maar, academische kennis, wat de betekenis van woorden is en dergelijke soort dingen. Dus daar heeft het geen effect op. Mogelijk heeft het zelfs geen effect op allerlei vormen van terughalen van informatie die er alleen maar in zit. Het geeft wel een vermindering van het vormen van nieuwe associaties. Dus eigenlijk is het een vorm van effect die je zou kunnen zeggen, het heeft invloed op de encodering, dus op het vastleggen van het geheugen. Niet op het terughalen van het geheugen, dat zijn die twee dingen die. Het geeft aanleiding tot tragere reactietijden. En iets wat in de neuropsychologie heel belangrijk is, van is het nou aandacht of is het nou geheugen? En zij kon eigenlijk niet aantonen dat aandacht een verklarende rol kon spelen in de amnesie geïnduceerd door valium. Nou, dat zijn dus allemaal verschillende onderzoekslijnen die enerzijds toch een beetje onderbouwen dat er wel iets zoiets bestaat als iatrogene amnesie, maar toen net hoorde ik nog even, wat is iatrogene amnesie? Dat is door dokters handelen veroorzaakte geheugenstoornis. En dat doen ze niet intentioneel, maar dat is, kan een neveneffect zijn van medicatie. Ik zit vaak te neuzen naar die bijwerkingen, ook in farmacotherapeutisch kompas. En ik heb de indruk dat het hoe langer, hoe meer voorkomt. Mijn schatting is dat als je op dit ogenblik dat een beetje uitspit, dat je in het farmacotherapeutische kompas tegenkomt dat bij ongeveer 10% van de middelen die daar genoemd zijn, dat zijn er een stuk of 1600, dan dat je daar als bijwerking vindt geheugenstoornissen. Dat kan bij sommigen heel vaak zijn, maar die frequenties, ik weet niet precies wat ik er klinisch mee moet. Hè? Kan je tegen een patiënt zeggen van, ja, maar dat komt heel weinig voor, dus u heeft het niet. Nee. Maar het neemt wel steeds toe. Dus het is iets waarvan ik denk, ik ben er vanuit historisch perspectief misschien een beetje vroeg bij, maar het is wel iets om op te gaan letten. Ik wil nog een paar laatste opmerkingen maken. Dan hebben we misschien nog even tijd voor discussie. De geschiedenis laat zien dat het jaren kan duren voordat signalering van bijwerkingen van medicatie een plaats krijgen in medische handeling. Mijn ervaring is dat als mensen zeggen, ja maar zou het aan de medicatie liggen, die geheugenstoornissen, of dat nou van de benzodiazepines is, dan accepteert men het wat makkelijker. Maar als je die discussie begint over de statines bijvoorbeeld, dan word je al van tevoren gezegd, nee dat kan niet, dat is uitgesloten. Maar ik denk dat er toch aanwijzingen zijn, er is in ieder geval een discussie over. Je ziet verder dat als een geneesmiddel in discrediet raakt en er zijn aanwijzingen voor bijwerkingen van psychologische aard, zal ik maar zeggen, en het middel raakt in discrediet, dan ook de belangstelling voor dat hele onderwerp verdwijnt. Terwijl er wel daarmee
gegevens zijn verzameld, of gegevens beschikbaar waren, waaruit je toch een beetje kon kijken van, hey, wat is nou het mechanisme van die amnesie, van die farmacogene amnesie, en ook niet meer worden gedoseerd. Wat mij een pain in the ass is, is dat psychologen die werkzaam zijn in de klinische setting, als je die vraagt, dus met name in de GGZ, dan zeggen er een hele hoop toch van, hebben jullie gekeken naar medicatie? Nee, dat doen we meestal niet, dat laten we aan iemand anders over. Of, god, dat ben ik vergeten. Dat helpt niet. Ik zeg tegen psychologen tegenwoordig van, doe in ieder geval, noteer welke geneesmiddelen iemand slikt. En als het er meer dan 5 zijn, dan is er sprake van polyfarmacie. En trek dan aan de bel, ga dan in intercollegiaal overleg. Dat is een les die ook nog niet helemaal ingedaald is. Mijn hele hoop mensen die geheugenstoornissen hebben en om een consult vragen, die krijgen door, ja nee, het komt eigenlijk bijna niet voor. Het gaat vanzelf wel over. Het zit tussen de oren als je een wat minder communicatieve persoon tegenover je hebt. En dat is eigenlijk een eufemisme voor het is psychisch. En dan kom je al makkelijk in de solk-categorie terecht. En dat is een heel ingewikkeld beeld. Daar ga ik nu niet op in. Maar ik zeg dan altijd, ja, maar het brein zit ook tussen de oren. En laten we daar eens naar kijken. Ik wou het daarbij laten.